Welkom bij Appartement TV. We zijn in aanloop naar het salon van de mede-eigendom, de laatste rechte lijn, want volgende week is het weer zover. En wie al eens op het salon geweest is, die heeft daar zeker en vast het logo van ISTA gezien. En over de rol van ISTA op zo'n salon en over het aanbod dat ze daar dit jaar gaan doen, gaan we het hebben met Nicolas Novakovski, de marketingman van ISTA. Nicolas, welkom alweer, mag ik zeggen, bij Appartement Dank u. TV. Bedankt voor het feit dat je regelmatig bij ons wilt verschijnen. Maar zullen we het even hebben over het salon van volgende week? Wat is de actualiteit van ISTA dit jaar? Wel, we hebben twee belangrijke punten die actueel zijn en die eigenlijk echt brandactueel zijn ook voor onze klanten en bewoners. Maar eerst en vooral wil ik toch even aanhalen wat dat we exact doen, hè. Dus we hebben eigenlijk belangrijk is dat wij transparantie brengen rond energieverbruik van bewoners. En daar moet je natuurlijk een digitalisatie traject gaan. En een tweede luik is in feite het ontzorgen van onze syndicie-beheerders. En dat is vooral waar ik wil op inspelen vandaag, is dat we hebben in feite een nieuwigheid dit jaar, het lanceren van web-API-connecties. En eigenlijk moet je dat voorstellen dat we ons ecosysteem, het ISTA-ecosysteem, gaan koppelen aan het ecosysteem van de klant. En dat geeft natuurlijk een race van voordelen als beheerder van een gebouw. Dat wil eerst en vooral zeggen dat er op zich maar één systeem is waar je als beheerder gaat in werken. Dat geeft een race van voordeel natuurlijk, dat je geen dubbele ingave moet doen in beide systemen. Dat er ook minder fouten worden gemaakt en dat dingen ook real-time gebeuren. En dat is natuurlijk belangrijk, want we willen allemaal sneller en efficiënter en beter resultaat kunnen leveren. En dat kan enkel maar als we het digitaal direct bewandelen. En natuurlijk beloven wij ook dingen om digitaal terug te sturen naar de beheerders, waaronder natuurlijk de kostenafrekening, ook de verbruiken en ook de meterstanden die terug te koppelen, zodanig dat die kunnen terug gehervisualiseerd worden in een ander programma. En omdat een Nu, je hebt, beetje. Ja, zeg ja, maar sorry. door. Je hebt een paar jaar geleden bij ons ook gezegd, hè, er is meer nood aan real-time inzicht in verbruik. Je hebt toen verwezen naar een Europese richtlijn, maar laat ons zeggen dat mensen daar toen helemaal niet van wakker lagen. Centrale stookplaatsen, vaak verhuurde appartementen, één keer per jaar afrekenen, meer dan genoeg. Maar als die energieprijzen dan zo wild gaan groeien, krimpen, dalen, weet ik veel wat allemaal, dan is het natuurlijk belangrijk dat wat je toen gezegd hebt, nu waarheid is geworden. Ja, en dat klopt ook effectief wat je zegt. En we hebben ook gemerkt dat die bewustwording gebleven is. Desondanks dat de energieprijzen terug wat gezakt zijn ten opzichte van 2 jaar geleden, zijn de mensen zich veel bewuster rond energieverbruik en zijn er ook veel meer vragen: hoe kan ik in feite zelf ageren op mijn verbruik en zorgen dat ik minder kan verbruiken om op het einde van het jaar geen verrassingen meer te hebben? Nu, eerste vraag ging over het salon van de mede-eigendom. Daar even naar terug. We zien elkaar volgende week daar uiteraard. Maar jullie zijn een internationale groep. Jullie hebben waarschijnlijk ook een internationale kijk op hoe je met doelgroepen omgaat en hoe je communiceert, wat je marketingplan is. Wat is de plaats van een salon dan in dat marketingplan? Wel, zoals je weet, is alles video tegenwoordig. Hè. Veel contact lopen via Teams. En toch ben ik belangrijk om persoonlijk contact te hebben met klanten. En dat is eigenlijk een moment die we voorzien om ook beheerders, mede-eigenaars te spreken over nieuwigheden, frustraties, maar ook dingen die goed lopen. En vooral ook, het is ook een moment om iets te drinken en samen een hapje te eten natuurlijk. Het is een jaarlijks terugkerende traditie geworden, Ja. hè? In ieder geval, wij zullen er ook zijn. Iedereen die deze video nog bekijkt, nodigen we uiteraard van harte uit om op ons en onze partners daar te bezoeken op het Salon van de Mede-eigendom. Paleis 10, denk ik, Brussels Expo op donderdag 16 november. Nicolas, afspraak is gemaakt. We zien elkaar daar terug. Bedankt voor dit gesprek en tot binnenkort. Tot volgende week dan.